Vandaag in Wegmisbruikers. Een grootscheepse alcoholcontrole langs de Rijksweg A8. Hij heeft een kindje aangehaald. Ik ben te dronken. Ik ga je naar de alcoholbus brengen. Nee, geen probleem. Nee, kom er maar uit. Ik heb alleen 2 bier, hè. In Spanje 2 bier, geen probleem. Nee, maar hier wel. Slaat deze motorrijder op de vlucht voor de Limburgse surveillanten? Staan blijven. En assisteert de politie Haaglanden bij de aanhouding van 2 zwartrijders. Wat is er voor asociale gedrag? Film mij. Wat is het asociale gedrag? Film mij. Kom maar gelijk naar beneden. Ja, bam. Pak ze mij in één keer helemaal strak vast. Ja, en dat hou ik niet van. Schuur ze mijn shirtje. Moderne auto's zijn steeds vaker uitgerust met allerlei technische snufjes die de verkeersveiligheid moeten bevorderen. Zo heeft deze Mercedes CLS knipperende remlichten die de reactietijd met 0,2 seconden verkleinen en kop-staartbotsingen mogelijk kunnen voorkomen. Toch doet deze bestuurder er alles aan om zichzelf in de kreukels te rijden, zoals we zien bij Sint Antonis op de Noordstraat. Surveillanten Erik en Gerard zien een Mercedes-bestuurder naderen die zich duidelijk niet aan de maximumsnelheid van 80 houdt. De agenten keren direct om en zetten de achtervolging in. Ik moet hem ruim uitklokken. Ja. Doe ik het dan nou? Ik 126 staan. Hey. Hij gaat er voorbij. 2x ingehaald door de Brugstreek. Ja. Hij gaat linksaf, Noordstraat. Zo. Er zijn geen remmen van de lucht onderweg. Ik heb een meting gestart. Oh, kijk eens. Hij is die ook alweer voorbij. Kijk eens. Oh, die gaat hard. Kan uitklokken. Ja. 135. Ja, vind ik goed geweest. Ja. Kom jij loop? Ja, doe maar. Kom jij loop, loopt. Hij heeft uitloop. 150 rijden we. En nou remt hij, nou remt hij. Ja. 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 Kijk eens, hij remt heel fors, want zijn dingen gaan wel ja, ik zie het, ja. Wat ons te wachten staat. Zag ik iemand lopen? Ook zo een ja, mooie kleding. Ja, levensmoe. Zo. De Mercedes-rijder slaat af richting de manege. En gezien zijn rijstijl ziet het er naar uit dat de surveillanten zijn rijbewijs invorderen. Waar is hij? Hier, door. Hier, ja, nou. Ik zag een auto rechts achterin. De bestuurder is getraceerd en Gerard spreekt hem aan. Ernstig hard. Ernstig hard. Ernstig hard. Dus bij deze. Je bent boven de ruim boven de toegestaande maximum snelheid gegaan. Meer dan 50, dus de rijp is bij deze ingevoerd. Oh. En ik nodig u uit bij een collega even in de auto plaatsnemen. U bent niet tot antwoorden verplicht, maar de reden waarom dat u zo'n haast had. Ja, ik had geen haast. U had geen haast? Nee. Waarom reed u zo hard dan? Ja, ik had niet gehad, ik zat erin. Oh, daar komt u aan, daar bent u. Daar bent u. Wij horen het geluid al van de motor. En we zien al een beetje het verschil in snelheid. Dan gaan we keren. We hebben al een meting gestart. Dan moeten we flink doorrijden. Dan komen we bij Volken daar bij de rotonde, de ja. N264. Net daarvoor haalt u nog 2 auto's in. Ja. Weet u dat niet meer? Ja, dat weet ik wel. Ja. En dan rijden wij naar u toe. Kijk, daar remt u. En dan linksaf. Hoe hard mag u hier? 80. 80, ja. En we hebben een meting gestart. En die komt uit op 135. Maar daar houden we het niet mee op. Want u blijft gewoon doorrijden. Kijk maar eens. We komen niet dichterbij. En u blijft gewoon doorrijden. Sluiten wij zo meteen de meting af. 149. En dan kunnen we zo meteen zien. Want u zegt van ik merkte het niet. Maar dan kunnen we zo meteen zien dat uw auto wel merkte dat u te hard ging. En dan fors in de rem ging. Als uw verlichting gaat knipperen. Uw remverlichting. Dan wilde zeggen dat uw auto zelf gaat meehelpen met het remmen. Dat wist ik niet. Want als je mijn remlicht eruit niet hè? Nee, dat klopt. Eens kijken of u het kunt zien hoor. Of die knippert. Ja, hier ziet het knipperen. Nou, dat is een teken dat u veel te hard gaat in de rem gaat. Deze weg precies hetzelfde, ook allemaal 80. Zeg ik die man lopen? Ja, ik heb die man goed gezien. Nou, dan heeft u meer gezien dan ons, want wij zagen hem lang niet goed. Want wij verbazen ons erover dat hij zich helemaal in donker gekleed daar bevond. Dat is ook al dingen zwart ja. In gesprek. Maar ik zag hem wel lopen. Ja, maar voor hetzelfde gaat hij hem niet lopen. En dan hem op de motorkap hangen. En dan gaat hij eroverheen. Als je hem ziet lopen, is een zwart pak, ja. Ja.
Ja, nou, en dan gaat hij weer rechtsaf. Ja, ja, veel te hard. Extreem veel te hard, zelfs. Zo hard dat uw rijbewijs ingevorderd is. Maar ja, dat heeft mijn collega al gezegd, hè? Ja, gezegd. Ja. Dus dit zijn de spulletjes voor u. Ja. En ondanks dit wens ik u toch een fijne avond. Zal toch gewoon gebeuren. Ja, en let erop, tot de tijd dat u het rijbewijs terugkrijgt, mag u geen auto of voertuig besturen. Dan mag je nou wel alcohol drinken vanavond. Dat is een ander bijkomend voordeel. Ja, dat bedoel ik. Ja? Ja, de munten hadden al, hoor ik. Ja, die. Nee, succes. Deze bestuurder is zijn rijbewijs kwijt en hij krijgt een artikel 130-procedure aan zijn broek. En dat betekent dat het CBR zijn rijgeschiktheid en rijvaardigheid nader zal onderzoeken. Van Brabant gaan we naar de politie Noord-Nederland bij Drentse Bijlen op de Rijksweg A28. Surveillanten Niels en Dick zitten achter een Volkswagenbus. Even een combi-uitloop starten. 50 meter. Links rijden. Ja. 133. Zie je dat? Ja, ik zie het. Echt, hoeveel is dit? Kijk. Snelheid van net onder 120. Voor mij wil hij ze wel van de weg afdrukken. Ja. Nou, dat voelt niet lekker als je zo'n geel gevaar in je nek hebt. Er zitten zoveel lampjes op die auto, maar je gebruikt ze niet. Nee. Oh, hij moet eraf, denk ik. Ja hoor, dat is mee. Goedemiddag, heer. Goedemiddag. De reden waarom we even meenamen was net op de snelweg. Een stukje achter u gereden. Ja. Het ging iets te vlot. Er is heel veel moeite mee. Maar de afstand tot uw voorleggers is een bar weinig. Zogenaamd kleven. Daar hebben we wat videobeelden van gemaakt. Die willen we graag even laten zien. U krijgt er ook een bekeuring voor. Goedendag. Goedendag. Dick van den Berg. Dit is onze snelheid. Dat is een werkelijke snelheid. Ja, dat weet ik. En het valt ons op dat je telkens heel dicht op de voorligger kruipt. Je ziet zelf dat afstand. Om heel eerlijk te zijn, dat heb ik zelf niet doorgehad. Dus, maar ja, nou dat mij dat verteld wordt en als ik dat dan zie, ja, dan kan ik niet meer dan zeggen dan dat. Maar het is ook niet één keer. Het is denk ik een gewoonte van jou om eigenlijk proberen degene die voor je rijdt aan de kant te duwen. Nou, je rijdt ruim 110 km per uur. Dat is zo'n beetje 30 meter per seconde. Dat is 1 seconde bij 30 meter verder. Als er wat gebeurt en zo'n auto moet plotseling remmen, wat gebeurt er dan? Ja, dan zit ik er bovenop. Ja. Dus hou meer afstand. Ook jouw zicht wordt veel beter als je meer afstand houdt. Als ik mijn hand vlak voor mijn ogen doe, zie ik niks. Nee, klopt. Doe ik mijn hand verder weg, kan ik er omheen kijken. Ja. En dat is weer dit geval ook. Dit is niet iets om trots op te zijn. Precies. Je rijbewijs met de bon. Heb je verder nog vragen erover? Ja, ik zie dat er geen bedrag op staat. Nee. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar van. Dat kunnen wij niet vaststellen, want dit gaat via justitie. Dus, nou. De bekeuring bedraagt naar verwachting enkele honderden euro's. Van Drenthe gaan we door naar de politie Midden-Nederland bij Breukelen op de Rijksweg A2. Surveillanten Patrick en Jeroen volgen een Ford-bestuurder die kennelijk veel haast heeft en op het randje van invordering zit. Ik ben toch goed bezig om de rijbewijs kwijt te raken. Ja. 158, 157. Vlak hem af. 149 gemiddeld. Eroverheen en meenemen. Ja. U staat aan de kant voor de snelheid. Nou, dan gaan we een paar keer een meter doen en dan gaat het over structureel te hard. Zo tegen de 50 overschrijding. Dus dat is het net niet. We hebben 1 meter van 149 kilometer, gaan we nog 5 vanaf. Er blijft 144 staan. En daar krijgt u bekeuring voor. U mag ook even meelopen naar de auto bij ons. Hou ons even binnen. Ik loop wel een keer mee. Ja, loopt u even mee? Hoi, goedenavond. Patrick Vermeulen, verkeerspolitie. Aiden. Ja. Hoi, mijn collega heeft het al uitgelegd. Ja, ik heb wel. Alleen ben bezig met mijn schoonmoeder naar Schiphol te brengen. Dus ik ben al een beetje aan de late kant, denk ik. Ja? Dus. Oké. Okay. Ja, wat ons opvalt, is dat je overal gewoon veel te hard rijdt. Ja. Net op het randje. Ik rijd altijd, ik wist dat, daarom rijd ik ook altijd op het randje. Ja. Dan weet ik wel dat ik mijn rijbewijs niet kwijt ben, dus... Dit is wel heel erg op het randje, of niet, als je zo kijkt? Ja. 155. Oké. Okay. Als hier een collega staat met een laser, ja. Dan wel met een flitser, ja. Ben je wel je rijbewijs kwijt. Oké. Okay. Want dan zitten we gewoon op 155 in de pieksnelheid. Maar wat gaat dat mij nou kosten? Wat het je gaat kosten, dat gaan mijn collega je zo vertellen. Ja. Maar wat je doet is niet handig. Ja.
En zeker niet op het randje rijden. Nee. Want alles wat je op het randje doet, kan je twee kanten opvallen. Nee. Of van de goede kant, of van de verkeerde kant eraf. Ja. Neem niet weg dat je gewoon, ook al rij je op het randje, ja, gewoon naar dik 49 kilometer. Ja. Of 48 was het, hè? 149, dat heb ik gecorrigeerd, 144. 144 te hard rijdt. Of 44 te hard rijdt. Ja. Maar ben ik mijn rijwijs niet kwijt? Nee. Je hebt hem wel weer terug, dus... Dat is belangrijk. Je mag nog verder, maar... Ja. Niet te vaak doen, hè? Ik herken jullie auto, dus ik zal een beetje om me heen kijken. Dus, volgende keer weer in een andere auto rijden. Weg. Ja, op de terugweg. Hey, is goed. Onwijs alles, succes, hè? Oké, hoi. Hey, fijne avond. Ja, tot ziens. De officier van justitie zal verder over deze zaak beslissen. Straks assisteert de politie Haaglanden bij de aanhouding van twee zwartrijders. Wat is dit voor asociale gedrag? Film mij. Wat is dit asociale gedrag? Film mij. Schot me gelijk naar beneden. Ja, bam. Pak ze mij in één keer helemaal strak vast. Ja, dat hou ik niet van. Schud van mijn shirtje. Straks een grootscheepse alcoholcontrole langs de Rijksweg A8. Hij heeft een kindje aangehaald. Ik ben te dronken. Ik ga je naar de alcoholbus brengen. Nee, geen probleem. Kom er maar uit. Ja, met twee bieren, hè. In Spanje twee bieren, geen probleem. Nee, maar hier wel. De surveillanten van de videowagen zijn dag en nacht onderweg. En het is natuurlijk niet uit te sluiten dat ze vroeg of laat een vriend, kennis of zelfs hun eigen vrouw tegen het lijf lopen. Voor de agenten is het soms best lastig om een bekende op de bont te slingeren, maar ze kunnen helaas geen uitzonderingen maken zoals ze zien bij het Zeeuwse veren op de N663. Surveillanten Rudy en Dries zien in de spiegel een snelle Mercedes naderen en starten direct een trajectmeting. Maar dan gaat de bestuurder plotseling in de remmen om zich tussen zijn voorganger en de videowagen te wurmen. Zou die naar veren moeten? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. En dus gaan de surveillanten met de bestuurder mee. Ja. Dan zou het kunnen dat hij zo meteen nog eens voorbij komt. Gaat hij al. Dan komt hij. Yep. Dries heeft een trajectmeting gestart en vervolgens gaat het gas erop. De meting komt uit op een gemiddelde snelheid van... 114. En dan doemt er plotseling een flitspaal op. Ja, bij de flitspaal remmen. Ja, gewoon door hoor. Het ziet er naar uit dat deze Mercedes-bestuurder nog veel meer in zijn mars heeft, dus starten de surveillanten een nieuwe trajectmeting. Gelijk blijven tussenafstand van 124. Moet hier een paar seconden. 121. Oké, stop teken. En dan blijkt dat we met een bekende van Dries te maken hebben. Ik zat het te denken. Moest er een keer van komen. Ja, daar moest er een keer van komen. Ja, we kennen elkaar, maar dat is een vervelende situatie. We hebben jou een paar keer gemeten. Dat is bij de tunnel. Daar viel het wel mee. Daarna ging je de VS weg, ging je op. Had je een gemiddelde snelheid van 114. Die wil ik wegstrepen. Na de flitspaal, bij de flitspaal rem je heel mooi af. Na de flitspaal dan ga je door en dan krijg je een gemiddelde snelheid van 121. Dan gaan er wel vier correcties nog van af, maar van 117... heb je helaas een bekeuring voor. Zou ik je rijbewijs even mogen bekijken? Je mag eventueel in de auto komen. Mag je even de beelden bekijken. Het gaat wel over een kale snelheidsovertreding. Maar als je even erin wil zitten, dan kan dat. Neem plaats. Goeiedag. Goeiedag. Ik zal even laten zien. Dan aanbouwt je op. Je mag je rijbewijs houden, hè? Ja. Ja, constant 122, 324. Het bouwt steeds verder op. Maar wij gaan alleen maar mee. De meting loopt intussen. Het is mijn eerste bekeuring. Ja. Ik rouw ook nooit harder als dit. Maar hier is de meting afgelopen. Ja. Of althans afgelopen, dus staat dit op. Ik wil graag een verklaring van je hebben. Je bent niet tot antwoorden verplicht, dus als je niks wil verklaren, is dat jouw goed recht. Uiteindelijk dan 117, waar je 80 mag, 37 te hard. Wat wil je daarover vertellen? Ik ben voor het eerst eens een keer op tijd thuis. Ik denk dat ik. Ja, dat was eigenlijk de reden. En ik kan kennelijk niet verdragen dat iemand me inhaalt of zo. Dus ja, dus vandaar dat ik, ik wou jullie gewoon voorblijven. Ja. Wat kost dat eigenlijk? Dat weet ik niet, want dit gaat naar justitie. Die gaat kijken of je
de afgelopen tijd nog meer snelheidsovertredingen begaan hebt. Ik vind het vervelend dat we elkaar kennen. En daar bedoel ik mee, dat vind ik wel eens een keer een vervelende kant aan, aan het politie zijn. Je komt kennissen en alles tegen. Maar het hoort erbij. Hè? Het hoort erbij. Het is gewoon fair play. En ja, helaas. Het is niet anders. Je mag je rijbewijs in ieder geval houden. Daar ben ik blij voor. Ja, ik ook. Die is voor jou. Daar staan alleen de gegevens bij elkaar. En wacht gewoon even af wat je van justitie thuis krijgt. Ja? Oké. Afgesproken. Bedankt. Oké. Tot ziens. Oké. Helaas kan ook voor familie, vrienden en bekenden geen uitzondering worden gemaakt. En de officier van justitie zal verder over deze zaak beslissen. Van Zeeland gaan we naar een alcoholcontrole door de politie Noord-Holland bij Oostzaan op de Rijksweg A8. We zijn hier vanavond in Oostzaan, waar we een grootscheepse alcoholcontrole houden. Vanavond en vannacht laten we al het verkeer dat richting Amsterdam rijdt omleiden via deze controleplaats. En naar verwachting houden we zo'n 2000 blaastesten. En deze bestuurder mag het spits afbijten. We zijn bezig met een alcoholcontrole. U mag even een blaastestje afnemen. Ga de gang. Ja, stopt u maar. Hij is helemaal in orde. Wens u een fijne avond. Krijg wel een mooie roze. Nee, ik heb alleen gele, sorry. Ja. Alsjeblieft. Eindelijk een biertje aangehaald. Ik ben dronken. Ja, dat is ons helemaal duidelijk. Maar gelukkig zit deze dronkaard op de achterbank. Deze bestuurder is wel met alcohol achter het stuur betrapt en moet een blaastest afleggen op het ademanalyseapparaat. Onze stap 300 meter. Je bent inderdaad wel strafbaar. Goed. Nou, de uitslag. Is instroom. Ja. Ze mag dus voor 3 uur geen meer. Nee, niet rijden. Nee. Dus dan is het misschien toch voor u noodzakelijk om een taxi te bellen? Ja, anders vraag ik wel even of iemand, want ik moet alleen maar onder de groente nog doen. Dus even kijken of er iemand... Ik vind het prima. Dit is uw rijverbod. Ja. Daar staat in dat u 3 uur dus geen voertuig mag besturen. Ja? Ja, u mag de weg vervolgen, geef ik vast niet. Deze bestuurder zal alternatief vervoer moeten regelen en de officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete. Blazen. Ja, kom maar. Ja. Heeft u alcohol genuttigd? Ja, een biertje. Eén. Ik wens u een fijne avond. Ik wou ook. Dank je wel, man. Fijne avond. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Het gaat met zo'n nieuwe auto, jongen. Dit is 60 kilometer de rot. Ja, maar gelijk. Was oké, okay, doei. Deze man blijft binnen de marge en blaast de P van passeren. Maar dat geldt helaas niet voor deze beginnende bestuurder die een PA'tje heeft geblazen. Ja, maar ik ga het je even uitleggen. Ik gok dat hij nog korter dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft. En dat betekent dat hij dus in Nederland te veel gedronken zou hebben. Ah ja, 3 jaar. Ja, precies. Dus dat betekent dat je nu met mij meegaat. Ik ga je naar de alcoholbus brengen. Nee, geen probleem. Nee, kom er maar uit. Ja, is goed. De eerste keer dat hij aan de kant gezet wordt met alcohol? Ja, hier wel. Ik heb 2 bieren, hè. In Spanje 2 bier, geen probleem. Nee, maar hier wel. Maar hier, ik weet het niet. Ik alleen vier maanden hier. Ik alleen vakantie hier. Wanneer heb je je rijbewijs gehaald? Sorry? Eerste rijbewijs. Ah, 3 jaar. 3 jaar. Hoe zit dat eigenlijk als iemand minder dan 5 jaar zijn rijbewijs? In Spanje 2 jaar. Geen het besturen. 25 millimeter. Is dat nog geldig? 0% of zo? 2 gewone glaasjes bier. Ja, dat is precies wat hij let. Zelf Spanje, dan is het 2 jaar. Misschien is het mijn leer. Oké. In Spanje zijn 25 millimeter in sangre. Ja, bij ons niet. Nee, in Nederland gelden helaas andere regels en mag een beginnende bestuurder niet meer dan 0,2 promiel blazen. Ik denk dat u pech hebt, want ik heb 5 dagen niet gedronken. Oh, dat is mooi. Blazen. Ja, dank u wel. Ik vond er een P van passeren te staan als het goed is. Helemaal goed. En een bobsleutelhanger. Een bobsleutelhanger voor de bewust onbeschonken bestuurder. Wat gezellig zeg. Speciaal voor u. Wat gezellig hier. Alsjeblieft. Ja, bedankt hè. Ja, bedankt. Deze bestuurder heeft geen slok op en dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een bobsleutelhanger. Maar daar kan deze dame naar fluiten, want het heeft er alles schijn van dat ze de blaastest saboteert. Ja, die mevrouw die moest blazen van ons. 3 maal niet gelukt. De 4e keer heb ik nog een keer geprobeerd. Uiteindelijk bleek ze een kauwgompje in de mond te hebben. Zij zei, je moet wel in 1 keer doorblazen. Deed ze ook volgens haar. En waarschijnlijk heeft zij dus het kauwgompje
tegen het blaaspijpje aangehouden. Waardoor die dus niet aansloeg. Toen hebben we het kauwgompje uiteindelijk uit laten doen. En toen deed hij het wel. En toen verscheen er plotseling een aantje in het scherm. En dat betekent een tweede blaastest op het ademanalyseapparaat. Okay. Normaal gesproken, als het boven de 220 is, dan is het strafbaar. Dan is het te veel. Mm-hmm. Zit het eronder, dan is het niet strafbaar. 375. 375, dat is dus te veel. Daar krijgt u een boete voor. En zeg maar de boete, hoe werkt dat verder? Je krijgt een bericht over. Mm-hmm. Ik weet niet de hoogte van de bedrag. Nee. Waar moet dat vanaf? Er wordt ook gekeken naar het verleden. Ja, precies. Ja. Nou, het is dus niets. Dus... Nee, ja. Yeah. Maar dan goed, aan de hand daarvan. Geen bedragen vertellen, want dat beslissen we. Ja, is goed. Ja? En dan heb je mijn bedrijvenboek mee waarop staat dat u dus niet mag rijden voor de komende 3 uur. Dus 6:10 mag u weer gaan stappen en rijden. En waar ga ik nu naartoe? Nee, naar de auto. Oké. Okay. Maar ik weet niet waar staat, zeg maar. Nou, alle voertuigen worden helemaal achter geparkeerd. Oké, okay, ja. De Opel. Hoe is dat, hè? Mag u... Is goed. Ja? Oké. Okay. Ja, dankjewel, hè. Ja. Helaas voor deze bestuurder valt de alcoholtest niet te beïnvloeden. Afhankelijk van haar verkeersverleden bepaalt de officier van justitie de hoogte van de sanctie. Koos, we waren net bij een alcoholcontrole op de A8 bij Oostzaan. Hoe is eigenlijk de stand van zaken momenteel qua alcohol in het verkeer? Is er sprake van een dalende of een stijgende trend? Nou, het laatste grote alcoholonderzoek is geweest in 2010. En toen bleek dat er sprake was van een dalende lijn. Want het aantal mensen wat met drank op achter het stuur zit... was gedaald van 2,9 in 2008 naar 2,4 in 2010. Kan je er iets over zeggen of in de ene regio nou meer wordt gedronken dan in de andere? Ja, er zijn behoorlijk grote verschillen. Als je het westen van het land neemt, blijkt dat daar 3,2% mensen met alcohol achter het stuur zit. In het zuiden is dat 2,1% en in het noorden is dat 1,2%. En als je het per provincie gaat bekijken, zijn die verschillen nog veel groter. In Noord-Holland rijdt 3,8% van de mensen met alcohol achter het stuur. En in Friesland is dat maar 1%. Dus je hebt echt nuchtere Friezen daar. Dan zagen we net een vrouw die probeerde die blaastest te saboteren door een stukje kauwgom tegen dat pijpje aan te drukken. Komt de politie vaker zulke soort trucjes tegen? Nou, dat gebeurt niet zoveel. Dit heb ik ook nog niet vaker gezien. Maar het heeft ook geen enkele zin. Want de politie constateert onmiddellijk dat er verkeerd geblazen wordt op dat apparaat. Nou, en als je het niet goed doet, dan ga je mee naar het ademanalyseapparaat. En als je daar ook weer verkeerd blaast en je bent wel gezond, je kan blazen, dan is het gewoon een weigering. En op een weigering staat een forse straf. We krijgen bijna elke dag op de redactie enorm veel mailtjes van mensen dat de term UGL of UGL niet klopt. Hoe zit dat precies? Nou, die mensen hebben dus in principe wel gelijk. Het gaat om het aantal microgrammen alcohol per liter uitgeademde lucht. En microgrammen wordt aangeduid met de Griekse letter mu. En daar hebben wij een u van gemaakt. En dan hebben we het over ucheltjes. Maar we proberen in dit programma natuurlijk altijd de zaken zo goed mogelijk en zo simpel mogelijk uit te leggen. En daarvoor nemen we vaak de term ucheltjes, omdat die in de volksmond bekend is. In de meeste gemeenten bestaat een verkeerscirculatieplan om de doorstroming te bevorderen, de luchtkwaliteit te verbeteren of de overlast voor de bewoners te beperken. Maar weggebruikers zijn creatief en vinden altijd weer sluiproutes om toch een paar honderd meter af te snijden. In de Utrechtse wijk Papendorp is het vrijwel dagelijks raak en kan de politie bonnen blijven schrijven, zoals ze zien in de Domstad op de Orteliuslaan. Surveillante Ahmed en Erwin hebben een Audi-bestuurder in het vizier en de agenten voelen aan hun klompen welke kant het op gaat. Hij gaat waarschijnlijk iets doen wat niet mag. Inderdaad, want de Orteliuslaan is een beruchte sluiproute waar de gesloten verklaring stelselmatig wordt genegeerd. En ook deze keer is het weer raak. Die Audi wil ik aan de kant hebben. Rechts vrij. Ga er maar overheen. Kunnen wij plekje zoeken bij Rijkswaterstaat. De Renault-bestuurder krijgt een bekeuring op kenteken en de Audi-rijder mag aan de kant. Ik ga je voorstellen, van de schuurverkeerspolitie. Rijwijs, heb je dat bij je? Dat zou ik graag even inzien. Maar dan rijden we de brug op. En dan zit je wel heel erg dicht op je voorligger. Hoe dicht is, dat kan ik niet heel goed beoordelen. Dus daar krijg je van mij ook een waarschuwing voor. En dan ga je hier door het Orteliuslaan ga je door, waar je niet doorheen mag. En dan krijg je van mij een bekeuring voor. Waarom? Daar staat een gesloten verklaring. Grote. Nee, die auto voor je, die witte Twingo, die krijgt posthuis. Die reed er inderdaad ook door. Dat kenteken hebben we genoteerd, die schrijven we op. Niet iedereen rijdt daar, want de meeste mensen... Er waren 5, 6 auto's in het rijtje. De meeste gingen rechtsaf hoe je moet rijden.
En jij rijdt rechtdoor en daar krijg je van mij een bekeuring voor. Alleen die bord mogen jullie wel vergroten. Kunnen jullie daar adviseren? Dat zijn standaardmaten hoor. Die zijn zo groot. Ja, pak een beetje 60 centimeter. Heel Utrecht weet dat niet, hè? Nou, volgens mij wel hoor. Nou, ik zeg u, er rijden 30 mensen daar langs. Elke dag. Ik sta daar regelmatig. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik schrijf regelmatig 40, 50 mensen in uw tijd op, dat klopt. Serieus? Ja. Alleen daar? Alleen daar. In uw tijd echt, dan moet je met twee mensen zijn, want anders schrijf je niet bij. Dan schrijf ik ze eerst alleen maar op mijn klapper op. Want als ik mensen aan de kant moet zetten, dan ben je een dag bezig. Ja, want iedereen rijdt daar, ik weet het niet. Nou, dan weet je het in ieder geval bij deze. Hij is lang, alles staat erop. 120 euro. En 7 euro administratiekosten, die komen daar nog overheen. Doe het gewoon niet. Nou, dat wordt 2 maanden niet stappen, toch? Dat denk ik. Dus vandaar. Maar ondanks alles wens ik nog prettig verder. Tot ziens. Op de Orteliuslaan blijft het prijs schieten en ook deze keer bedraagt de bekeuring 120 euro. Van Utrecht gaan we naar de politie Haaglanden in de Hofstad op het Koningin Julianaplein. Surveillanten Johan en Robert hebben een melding gekregen van 2 zwartrijders die zich tegen hun aanhouding verzetten. Hoewel de agenten primair op de weg zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen, gaan ze ook op dit soort calamiteiten af om, waar nodig, assistentie te verlenen. En hulp is blijkbaar gewenst, want hoewel er op het Centraal Station een behoorlijke politiemacht op de been is, veroorzaken de zwartrijders een hoop commotie. Heb je scherp zelf iets bij, gevaarlijk? Zijn jullie met de auto? Doe je camera weg! Waar staat hij? Doe je camera weg! Doe je camera weg! Wat is dit voor asociale gedrag? Wat is dit voor asociale gedrag? Heb je hem zo veroorzaakt, Joen? Oké. Wat is dit voor asociale gedrag? Vriend, mensen die aan vragen, die krijgen. Wacht, wat is dit voor asociale gedrag? Film mij. Film mij. Kom gelijk niet mee. Ja, dat is het idee. Waarom ben je aangehouden? Ik had geen geldig kaartje. Nee, is niet handig, hè? Klopt, klopt. Normaal maar kijk hoe het dan verder gaat. Kijk, ik kom hier niet uit deze omgeving. Nee. Ik weet, ik ben fout. Ik accepteer mijn boete. Ik zoek mijn legitimatie. De deur gaan bijna open. De drukte komt. Iedereen raakt in paniek en iedereen doet en gaat. Ja, bam. Pak ze mij in één keer helemaal strak vast. Ja, en dat hou ik niet van. Scheur ze mijn shirtje. Ik doe mijn best om los te komen. Ja, tuurlijk. Als nee, je moet niet loskomen. Als... Je moet gewoon een kaartje kopen. Nee, maar tuurlijk. Klopt. Ik accepteer boete. Ik wil mijn legitimatie zoeken. Ik accepteer dat. Ja? Ik wil mijn legitimatie pakken. Chaos. Deuren gaan open. Oh, ja. Andere mensen hadden geen kaartje. Ja. Geweld. Niks. De taxi staat al klaar. Hoeveel heb je gedronken? Nee, ik heb helemaal niks gedronken. Weet je zeker? Weinig. Ja, helemaal niks of weinig. Er zit nog wel verschil in. Klein beetje. Hey, luister eens, heb je verder nog spullen bij je? Ja, ik heb hem al voor je. Ik heb mijn paspoort en mijn sigaret. Oké. De zwartrijders worden afgevoerd naar het politiebureau, waar ze zullen worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Straks plukken de Haagse surveillanten deze fietser van de weg. I don't know really where to go because I was following in Rotterdam. Yeah. And I just lost the bike way. Yeah, but do you think this is smart? Straks slaat deze motorrijder op de vlucht voor de Limburgse surveillanten. Het komt met enige regelmaat voor dat er een snorfiets, een scootmobiel of ander voertuig op de snelweg rijdt dat er uiteraard helemaal niet thuis hoort. En vandaag is het ook weer raak, want ter hoogte van Schiphol lopen de Haagse surveillanten een Spaanse wielrenner tegen het lijf die kennelijk de verkeerde afslag heeft genomen. En dit dwaallicht komen we tegen bij Nieuw-Vennep op de Rijksweg A4. Surveillanten Henry en Marco zien tot hun verbazing een fietser op de vluchtstrook rijden. Ook Rijkswaterstaat heeft hem kennelijk opgemerkt, want de vierde rijstrook is al afgekruist. Ja, de matrix zit er al in. De agenten zoeken een veilige plek om de stuntman op te vangen en vervolgens blijkt het om een Spaanse wielredder te gaan die kennelijk een afslag heeft gemist. 14,4. Hoi. I got lost. I don't know really where to go because I was following Rotterdam. Yeah. And I just lost the bike way. Yeah, but do you think this is smart? This is smart. No. Smart. I was looking for the next seat. No. Okay. So, do you have any ID with you? I suppose to. Oh shit. So maybe not. No, I left it at home because I didn't want to lose it. Okay. You have some colleagues from Amsterdam? Yeah.
They will take this case over from us. Yeah. So if you want talk to them, please. Oh, fucking hell. Yeah? De surveillanten zijn zelf niet in staat om de verdwaalde Spanjaard weg van het korps Kennemerland snel ter plaatse om assistentie te verlenen. Heeft geen idee bij zich? Hoi, Marco. Hoi, Marco. Peter. Hij heeft geen idee bij zich, dus ik weet ook niet wie het is. Engelstalig. Is dat een auto bij zich van de... I was looking for the... Wegbesmakers. That's before, because I came here through one bridge. It was making super constructions. So I lost my rail for the bike. Geen paspoort bij zich. Nou ja, je zegt niks bij zich te hebben. Dus, sowieso mee. Ja. Ja. Okay, kunnen wij de zaak overdragen aan jullie? Okay, I just left your home because I collega, we dragen de zaak over aan, aan deze jongens, die nemen mee. Ja, helemaal mooi. Hij heeft geen idee, niks bij zich. Dus we handelen de zaak verderaf. Mee. De man zal zijn fiets helaas moeten achterlaten en hij wordt door de collega's afgevoerd naar het politiebureau in Hoofddorp. Daar wordt zijn identiteit alsnog geverifieerd en hij wordt met een bekeuring van €130 heen gezonden. Van dit dwaallicht varen we een rechte koers naar het zuiden en we rijden mee met de politie Limburg in Heerlen op de Schelsberg. Surveillanten Jan en Frans zien hoe drie crossmotoren over de kruising en in tegengestelde richting over het fietspad rijden. De scheureisers hebben geen kentekenplaat en in de nauwe straatjes zijn ze duidelijk in het voordeel. Ah, dat bent zo weg. Ah, dat is er afgelopen. Tegen paaltjes is de videowagen helaas niet opgewassen, maar Frans, die hier goed bekend is, weet de motorrijders alsnog in het vizier te krijgen. Dan het tankstation op. De wal is stond. Eén is door. Eén is door. Dat wordt een beetje wind. Hallo, politie. Deze crosser weet ternauwernood aan de politie te ontsnappen, maar zijn maatje is helaas minder fortuinlijk. Goed, kerel. Laat eens even wat papieren van je zien. Ik heb niks van mee. Pardon? Zet maar eens even het zaakje af. Wat is het, een bromfiets of een motor? Een motor, denk ik, hè? Ja, ik denk ja, wat is het? Hoeveel cc is het? 125. Oké, okay, wat is het dan? Een motor. Een motor. Heb je een rijbewijs? Ja, heb ik. Voor de bromfiets? Voor de motor. Voor de motor? Heb ik. En waar heb je dat? Thuis. Thuis. Is het ding verzekerd? Nee. Kenteken? Nee. Ik heb hem net als gekocht. Ik wil even tanken en dan alles gaan regelen. Maar... En hoe lang heb je hem? Ja, vandaag gekocht. Vandaag gekocht? We moeten even wat gaan noteren, vriend. Ja. Huh? Plus het feit, we moeten even checken of je inderdaad een rijbewijs hebt. Dan gaan we dadelijk even naar je thuis doen. Ja, ja? Kunnen we daar, kan ik ook gelijk even controleren of je inderdaad een rijbewijs hebt. Ja. Nou, ik zeg je nu procesverbaal aan hè, voor die zaken allemaal. Niet verzekerd. Het rijgedrag, wat vind je daarvan? Ja, moeten we daar nog wat over vertellen? Of, ik hoor gewoon zo snel mogelijk iemand over de tank aan terug. Dat ik verder kon en de zaken gewoon regelen. Maar goed, want je rijdt links en rechts tegen het verkeer en dan gaan we even naar je huis toe, naar je woning toe. En dan laten we je even je rijbewijs zien of dat in orde is. Ja. De bestuurder mag te voet naar huis waar de surveillanten op hem wachten. Hallo. Hallo, Jan Poels van de politie. Hallo. Goeiedag. Gokkie dus? Ja. Daar woont hij? Ja, maar die is nu op het moment niet hier. Nee, maar hij is wel onderweg hier naartoe. Is hij onderweg hier naartoe? Ja, vooral namelijk net... Reed er met een crossmotor. Ja. Wordt er hier door de week. Ja. Samen met nog twee vriendjes. Ja. En die heeft er pas, kennelijk. Ja. Nee, maar we moeten even controleren of dat driebewijs zit. Heb je dat hier liggen? Hoe niks, pies ik. Hij zei dat dat hier loopt. Driebewijs van hem. Driebewijs. Oeh, dat, ja, u mag wel even de tuin inkomen, hè? Ja? Jazeker. U bent de moeder van hem? Stiefmoeder. Oh, de stiefmoeder. Hij heeft wel een rijbewijs van hem. Ja, hij heeft wel een rijbewijs. Ja? Ja. Voor de auto bedoelde jij? Nee, ja, voor de motor. Motor. Oh ja, heeft hij ook. Dat wil ik zeggen. Jawel, heeft hij ook. Jawel, heeft hij ook. Jawel, heeft hij ook. Zo makkelijk. Jawel, heeft hij ook. Hij heeft voor de motor en voor de auto. Oh, oké. Okay. Klasse, klasse. Ja, nou, dan moeten we voor even wachten met dat er is. Is goed. Hij heeft de motor pas, begrijp ik. Ja, misschien anderhalve maand of zo, denk ik. Oh, hij zei één dag. Hij zei één dag. Oh nee, hij heeft maar kort. Dat wel, maar één dag. Oké. Maar watch om die oren. Denk dat rijbewijs hier dan. Heb je bij je? Oh. Heb je hem achtergelaten bij je moeder? Bij je moeder. Oké, okay, jong. Oké, okay, Sydney. Dank u. Alsjeblieft.
Geef je een hand. Nou, bedankt voor de prent, hè. Nee, je hoeft me niet te bedanken. Eén ding vind ik wel belangrijk. Gaat me niet om die prent, maar leer er in godsnaam van. Ja. En doe wat je... voordat dat ding bestemd is. Niet op de openbare weg in ieder geval. Maar crossen waar je er zelf plezier in hebt. En waarvoor dat ding gemaakt is. En niet om op de openbare weg mee te scheuren, want dat heeft geen zin. En als je ze nog een keer bedenkt en je zegt, die andere twee vrienden, ik weet wie dat zijn en ik kom dan niet... Ik zal meteen bellen. Ja? Ja, dat moet je doen. Oké, allee. Ja. Beste. Tot ziens. Mevrouw, goedjes hè. Hoi, ja. Hoi, hoi. De crosser krijgt een procesverbaal wegens onverzekerd rijden en de bekeuring bedraagt maar liefst €380. Koos, we zagen net een off-the-road crossmotor met een 125cc blok. Ja. Wanneer spreek je nou ook weer van een bromfiets en van een motorfiets? Nou, een bromfiets zijn motoren die een verbrandingsmotor hebben die minder zijn dan 50cc. En 50cc of meer is een motorfiets en daar heb je ook een motorrijbewijs voor nodig. Een van die motorrijders wist te ontsnappen en negeerde het stopteken van de politie. Is zijn maatje nou verplicht om de naam van diegene te noemen en mee te werken aan het onderzoek? Nee, dat is hij niet verplicht. Er staat nergens in de wet dat hij daartoe verplicht kan worden. Hij is zelfs niet tot antwoorden verplicht over zijn eigen feiten. Want je hoort een politieman ook altijd zeggen van... u bent niet tot antwoorden verplicht, maar wilt u iets verklaren? Een off-the-road motor is eigenlijk gemaakt om heel lekker door de blubber te raggen. Ja. Maar mag je er ook mee op de openbare weg? Ja, je mag er mee op de openbare weg, maar dan moet je een helm op... De motor moet verzekerd zijn, je moet een kentekenbewijs hebben, je moet een rijbewijs hebben. En de technische eisen aan die motor moeten ook volgens de wet zijn. Dus je moet richtingaanwijzers hebben, je moet spiegels hebben, een goede verlichting enzovoort. Nou schijnt het dat die regels niet gelden als je op privéterrein rijdt. Dus geen valhelm, geen verzekering en geen rijbewijs. Klopt dat? Nou, je hoeft als je op privéterrein rijdt geen rijbewijs te hebben, je hoeft ook geen valhelm op. Want dat zijn dingen die gelden op de weg. Maar die verzekering, daar moet je mee oppassen. Kijk, als het een terrein is waar verder helemaal niemand komt, hè, dus het is helemaal afgesloten terrein, het is van jezelf en je laat er geen mensen toe, dan mag je dus zonder verzekering rijden. Maar als je op een terrein rijdt, een openbaar terrein, buiten de weg, waar andere mensen komen, dan moet je volgens artikel 2 van de wet aansprakelijkheid motorrijtuigen weer wel verzekerd zijn. Volgens mij kwam de Yamaha-rijder nog redelijk goed weg, want die surveillant had natuurlijk ook zijn crosser in beslag kunnen nemen. Ja, dat kan zeker. Het zijn natuurlijk vrij ernstige overtredingen, maar een politieman die moet zich altijd afvragen, als hij iets in beslag neemt, gaat de rechter dan later verbeurd verklaren. En als het de eerste keer is, dan is die kans niet zo groot. Als het een tweede of een derde keer is, dan heb je kans, als die motor in beslag genomen wordt, dat de rechter zegt van, nou, om te voorkomen dat je weer de weg op gaat, gaan we hem nu verbeurd verklaren of onttrekken aan het verkeer. We rijden mee met de politie Oost-Brabant in Steensel op de Eindhovense weg. Surveillanten Jos en Johan zien in de verte een kleine verkeersopstopping. Kennelijk is er een ongeluk gebeurd en de agenten nemen polshoogte. Goedenavond. Ik ben het. U bent het. Ja. Ik zal even een handje geven. Johan Hollanders. Waar bent u? Ja, Groene. Anouk. En wat is met Groene? Ik kom van Steensel afrijden. Ja? Nee, ik ben echt ontzettend geschrokken. Dus... Ik heb me al 10 keer voor mezelf gekeken. In ieder geval, er zit een auto voor mijn neus. Mm-hmm. Het is iets met zijn hartstikke donker, het is hier mistig. Ja, kom even van de weg afstaan. Ja? Ja? En toen? Ja, er zit iets voor mij. Dus ja, ik dacht een auto, dat blijkt dus ook een auto te zijn. En ik heb uitgeweken, ja, en ik ben waarschijnlijk vol door dat plassoen gegaan. Ja, ik ben wel met mijn hoofd heb gestuurd geraakt. Okay. En toen stond hij hier stil. Op deze hoogte stond die Clio, daar is hij. Aan de andere kant stond hij stil. En het eerste wat ik dacht, ik moet er nu uit. Want er kwamen heel veel auto's van voor en van achter. Ik denk, daar kom ik nog een keer aangereden. Ik moet eruit. Ik ben een keer op fietsbank zijn. Dan kwam iedereen er al bij, deze mensen. Ja. Mag ik van u even een rijbewijs inzien? Of heeft u daar niet bij? Ja. Deze dame is behoorlijk van de kaart. Maar gelukkig is er een getuige die een verklaring kan afleggen. Oh, ik hoor een dorp. Ja. En ik hoor eigenlijk een klap, ja. Dus ik kijk uit de rol, want ik sta op televisie te kijken en ik zie hier rijdt die auto stranden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En mee dat ik kijk naar buiten, kijk, rijdt er nog een auto. Er was een Volkswagen Passat, hij had 2 lekke banden aan de rechterkant, in ieder geval al. En die reed gewoon heel rustig zo door. Die kant op? Die kant op, okay. Richting Eersel. En die stopt al hier bij de eerste boerderij. En die stapt uit, die mens. Mm-hmm. Ja, ik was ondertussen naar buiten gelopen, want ik wist dat het niet goed was. Mm-hmm. Dus ik loop naar buiten en hier is naar een meidje hoe het was. Ja, het was goed. Het was alleen al de car van de car natuurlijk. Oh. En die mens zie ik voor gewoon instappen en die rijdt er gewoon aan. Okay. Nee, dus dan heb ik hier de eerste auto die rang kan rijden, heb ik aangehouden. Ik zei, wil je iets voor mij doen? Ja, waar dan zit hij? Ik zei, ja, even achter die auto aanrijden die ik net tegenkwam. Maar die was alweer zo over de weg aan het rijden.
Hij zei, ja, die heb ik net zowat tegen mijn nuitwang gehad. Ja, even erachteraan rijden en even aanhouden en kenteken opschrijven. Dan denk ik dat wij wel die kant op rijden, want dan denk ik dat wij net verkeerd om zitten. Je bent al te plaats geweest daar? Nee. Ja, daar is een Belgische meneer. Jullie wel als het goed is, of niet? Ja, we hebben die Belg in de auto. Die zoon moet zijn, hoor. En ja, die moeten we even controleren. Maar er staan een hoop getuigen en zo die kant. Dus, ja, dat is mijn vriendin ook. De kennelijke veroorzaker van het ongeval zit in de ambulance. Ja, zijn auto die zit helemaal aan elkaar. Ja. Dus ja, er moet even iets geregeld worden. Hij woont alleen thuis. Hij heeft verder niet gedronken, zegt hij. Ik ga hem heel even laten blazen. En dan wat mij betreft... Ja? Pak ik even een apparaat, kom ik zo bij u terug. En dan mag je nog even met meneer verder weer. Ja? Kom ik zo bij u terug. Daar ben ik nog een keer, meneer Bols. Krachtig blijven blazen totdat ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Ja, stop je maar. Dat is in elk geval prima. Oftewel, dat is goed. U hoeft geen antwoord te geven op vragen die ik stel. Hè? Maar heeft u hier niet al gemerkt dat u een aanrijding heeft veroorzaakt? De Belgische bestuurder komt behoorlijk verward over en hij kan zich maar weinig van het voorval herinneren. Johan informeert zijn collega. Maar heeft ook niks gemerkt van een aanrijding, behalve dan dat hij zegt van ja, dat was mistig. En ik dacht dat Gernst in de middenberg mee aan het tegenaan zat. Ja, maar hij zal er doorrijden. Gelukkig zijn alle betrokkenen er zonder kleerscheuren van afgekomen. Jullie nemen hem toch niet mee, hè? Nee, hij hoeft niet mee. Dan zetten we hem gewoon bij ons in de auto vast. Ja, ja. En dan handelen we het even bij ons in de auto af. Kunnen jullie weer verder? Dan zijn wij vrij. Ja. Ja, even rustig zitten. Het is niet verstandig dat u in deze gemoedstoestand en in deze condities blijft rijden. Niet voor anderen, maar ook zeker niet voor uzelf. In Nederland is het zo dat als wij twijfelen aan de geschiktheid, dan kunnen wij het rijbewijs innemen en dan sturen wij het op naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En die gaan u dan oproepen voor een keuring. Alleen, u bent een Belgische ingezetene, u woont ook in België en ik weet niet hoe dat in België geregeld is. Het sleepbedrijf is inmiddels ter plaatse om de betrokken auto's af te voeren. Hij is niet helemaal compleet. Het rijbewijsnummer dat ontbreekt nog van meneer. En meneer heeft namelijk geen rijbewijs bij. Ik kan het ook niet tonen. We hebben de identiteit vastgesteld, die klopt. Het rawa's en rawa's nummer, dan moet je eventjes achteraan bellen. Dat zal ik wel voorop bellen. Het telefoonnummer staat hierop. Daar staat erop. Mocht dat nou niet lukken om met hem in contact te treden, moet u even contact opnemen met ons via 0900 8844. De zaak wordt verder aan de verzekering overgelaten. Ja, dan gaan we maar naar Zena. U mag met mij mee. Ja. Kom op. Ja? Fijne avond verder. Ja, bedankt. Ja. Nou, kom op. Ja, dat zijn veel dingen. Je denkt, het is ook maar een auto, maar het is toch wel mijn auto. Ga lekker wat eten. Ja, nou, ook wel helemaal geen zin. In Nederland kan bij twijfel aan de rijgeschiktheid het rijbewijs worden ingevorderd op basis van artikel 130. Maar aangezien de verwarde bestuurder een Belgische ingezetene is, zit er niets anders op dan hem te laten gaan.